vorige keer bij Newcraft Sadistic Survival. Dit is het huisje wat ik gemaakt heb. Aan een end chest. Waar wij allerlei spullen zetten. Gewoon nog een chest. Maar wat is Coarse Fruit dan? Waarschijnlijk is het iets wat je kan planten. Kan je nu gewoon fruitbomen maken? Dit is wat de Endermen doen. Het is een Enderman teleportatie. Weten wij wat ons te doen staat vandaag? De vliegding pakken. De Elytra is een toevoeging in Minecraft 1.9. En dat zijn een soort van wings waar je mee kan vliegen. En die zitten meestal bij de End Cities, maar je enige idee wat er in de End City zit? Een vervelend monstertje dat je laat zweven. Oh, ik kom tegen. I got hit! Kerst, nee! Shit! Oeh! Dit is echt gewoon een puur platform level. En ik zie geen Elytra hoor. Je zit ook in die boot, zie je geen boot? Nee. Zullen we op zoek gaan naar een andere toren? Ja, ja, deze is saai. Kom op, Kirsten, je kunt het nog een klein stukje doorzetten. Ik heb geen bloks meer. We kunnen ook gewoon heel gevaarlijk gaan bouwen. Waarom heb je allemaal TNT? Waarom heb ik geen TNT? Is dat een schip? Ja, we hebben gevonden! Oké, let's go. Waar? Ik ben bang. I'll be leading the charge. Waar is de ingang? Is het deze? Vlag als je doodgaat. Aan de andere kant. Het gaat slecht met die TNT. Ik weiger! Ja, wacht! Je kunt dus met TNT kunnen ze opblazen. Domme Jury. LOL! Ze zijn dood! Oh my god! Dit is geweldig! Ik ben nuttig! Dat is echt heel cool. Oké, ja, maar binnen ben ik niet meer handig, want dan blaas ik het hele gebouw op. Dit is Noobcraft Sadistic Survival. Vandaag met Kirsten en Jury. En normaal ben ik Douglas, jullie gids. Maar ik ben hier nog nooit geweest. We zijn allemaal noobs in deze aflevering van Noobcraft Sadistic Survival. Oh, ik heb er serieus in gedood, blijkbaar. Nee. Wauw, wat een klap. Twee klappen. Dit is Douglas' favoriete onderdeel, dus ik ga kijken hoe Douglas dit doet. Alsjeblieft. Oké. Ik gooi je weer even hooibanen neer. Ja, ja. Ja, daar ook, ja. Is dat het? Oké, Douglas, ik ga kijken hoe jij dit doet. Ik doe even die fucking hoed af. Okay. Moeten we nou daarheen? Ja. Oh, Douglas, ga lekker. Snel. Oh, dat gaat goed, Douglas. Kirsten! Oh god, ze Huh? Kijk uit! Daar komen ze aan! Wow! Er is er daar één, aan het einde van de trap. Oké, maar we kunnen hier ook verder naar boven. Oh, we moeten daarheen. Ja, maar we moeten daarheen, dus... Ga dan maar. Ga dan maar! Nee, doe je pompoenhoofd op, Douglas! Wat? Of... hier binnen maakt het toch niet echt uit, ja, precies. Oh my god! Auw! Auw! Wacht! Hier! Oh, thanks. Maak hem af! Lukte niet. Maak hem kapot! Oeh. Oh, we kunnen ook nog hierop gaan. Ja. Yeah. Oh, ik ben hierop. Huh. Ah! Nee, ik ben weer geraakt. Kom maar. Huh. Ja, ik ben weer geraakt! Blijf daar! Oh shit. Oké. Okay. Ik ben in ieder geval aan het regenen. Zorg dat je daarop landt. Ja, precies. Well, verdomme Douglas! Ik leef je landt er ook echt precies naast, hè? Ja, maar ik had niet door hoe snel het was. Oh, ze hebben ook banners zelfs. Die is dood. Oh nee, die is leef nog! Kunnen we die banners meenemen? Ja hoor. Waar zijn die banners? Daar aan de overkant, daar waar we niet naartoe zijn gegaan. Nee. Is dat dood? Nee, kut, leef nog! We doen nou! Jury, wat ben je allemaal aan het doen? Ik kom eraan. Waar is Jury? Ik ga die pols meenemen, want die zien er cool uit. Ik ga die shulker doodmaken. We hebben hem zeker al twee keer aangeraakt, toch? Twee keer geslagen. Mm. En... Kut, waarom is je nog steeds niet dood? Oh, wacht, er zit er daar ook nog een. Help. Nee. Niet doodgaan. Waar ben je helemaal? Waar daar? Auw! Nee, ik ben weer... Ik word weer geraakt. Ik heb heel hooibalen. Blijf daar boven. Douglas, ik heb hooibalen. Ja, maar je... Precies op een plek waar ik niet kon vallen. Oh my god. Ik heb mijn bed trouwens, dus ik kan ze opblazen. Oh, ja, met een bed? Maar dan ga je zelf ook dood. Nee hoor, niet als ik wegren.
Kan dat? Tuurlijk. Het blaast niet meteen op. Moet ik je spullen pakken of niet? Ik pak je spullen. Ja, doe maar. Ik kom er wel aan. Oh, ik heb niet alles kunnen... Ik gooi even wat nutteloze dingen weg. Waarom heb je een ei, echt? Oei. Hampje stone pickaxe. Een ei? Oh, die stone pickaxe had ik meegenomen. Oh. Hoi, Kirsten. Hi. Neem die banners mee. Ga jullie nu op mij wachten of gaan jullie gewoon door? Wel? Jullie wachten wel? Oké, cool. Oké, okay. Nou, dan knippen we weer verder in de video totdat deze noob weer terug is bij die andere noobs. Oké. Okay. Oké, rennen Douglas! Ga erin! Waarom heb je niks bij? Omdat ik niks had! Wacht, kom naar je toe. Naakte vogel. Ah! Okay, ik ben binnen. Ik kom eraan. Hoeveel heb ik nog? Oh, dit is niet veel. Godsamme. Gaat goed? Ja hoor. Ik schrik je niet als ik word geraakt door die dingen. Ik kan me voorstellen. Ik wil er voorbij. Moet ik naar boven komen of... Oh, hi. Oké, wacht even. Ik hoor van die beesten hier. Volgens mij heb ik een probleem. Oh, nee, het is maar een Enderman. Waar ben ik? Wacht, Hey, ik heb een idee, hè? Maar ik weet niet zeker of het iets is. Heb jij nog dat fruit? Ja, dat. Ja? Dat teleporteert je toch, zeg maar, toch overal de hele tijd naartoe? Ik denk... Oh, en toen was ik buiten! Maar ik heb mijn pumpkin head op. Sterf! Wow, ze maken een leuk geluid als ze doodgaan. Thanks voor de spullen, Kirsten! Oh? Is het een soort van veilig? Kun je die dingen niet slaan? Welke dingen? Guess not. Het werkt niet. Oh, kak. Oh, daar is er ook nog één, boven ons. Oh, dat verklaart veel. Even kijken of ik hem kan doden. What I do? Oh, nee! Wat je niet doet, Douglas, is... Hij is naar buiten geteleporteerd. Wat? Ah, shit! Kan hij teleporteren? Oké, ik ben blij dat het hooi hier ligt. Ja, hij teleporteerde. Wow. Echt super random. Oh my god. Is dat een... Okay. Oh, maar die daar bij de kat is dood in ieder geval. Ja, die daar. Douglas, ga daar weg. Douglas, ga daar weg. Ik weet het niet. Wat is er? Oh, dit is zo gevaarlijk. Wat is er aan de hand? Ik sta naar het schip te staren. Okay. Niet alweer. Er zit zo'n beest op. Op het schip? Ja. Oh, for fuck's sake. Ik zie er tot nu toe nog maar eentje. En hij kijkt af en toe naar me. Nou zie ik je niet. Nu zie als je de Elytra hebt en je wordt dan omhoog gedinges, dan heb je er geen last van. Oh. Of nou ja, heb je er wel last van, maar ik bedoel, dan ik kan je vliegen. Ik ga niet verder naar boven. Oh, gaan we niet verder naar boven? Nee, ik ga daarheen. Ik weet alleen niet of ik genoeg bouwspullen heb om er naartoe te bouwen. Ik heb heel veel spul. Waar is jullie? Oh god, oh god! Yes! We beat him. Er is er nog één daar. Waar daar? Waar is daar? Daar buiten, rechts om het hoekje. Serieus? Gelukkig doen ze niet veel proberen. Damage ofzo. Om het hoekje? Oh kak. Oh, waarom drop ik mijn zwaard? Niet. Daar. Waar ben jij? Oh, daar. Daar buiten. Hij is dood, ja. Oké. Daar zijn we ook veilig voor. Ik heb een banner. Yay. Die gaat op mijn huis, als souvenir. God, ik vind het echt... Dit is echt zo kut! Ze moeten er godsnaam daar nou komen als die shockers daar staan. Ik weet het. Het dynamietidee is goed, op zich. Heb je nog een bed? Oh, die kan je er ook neerzetten, ja. Kijk. Nee, maar die ploft pas als je erin gaat slapen. Echt? Ja. Ja, maar dat, en ook als je eruit gaat met shift, dan kom je misschien naast die blokken terecht. En dan val je naar beneden. Bouw er naartoe en als je moet een ander kijken, als ze er eentje afvuren, moet diegene die op wie ze afgevuurd worden heel hard terugrennen. Nou ja, ja. En dan langzaam er naartoe bouwen. Douglas, let je op. Ja, ik let op. Ja, ik ook.
Wacht, ik kan het nou niet zo goed zien. Oké. Ja. Ik zat dus ook in de hoogte te bouwen om te kijken dat we er recht op af zouden kunnen dat je er meteen in kan vallen. Oké. Oké. Is er nog niks aan de hand? Ja, oh! Nee, hij kijkt alleen, hij kijkt alleen. Nee, sorry, dat is vastgestort. Er is nog niks aan de hand. Ik zat te denken, als ik zeg maar helemaal omhoog ga, dan kunnen ze me niet echt zien, toch? Jawel. Ik denk hoe hoger je gaat, hoe hoger je gaat vallen ook zometeen. Nou, ik weet niet. Als je hem op de hoogte bouwt van die... Als je geraakt wordt erin, moet je gewoon onder tegen die paal aan gaan hangen. Dan kan je niet nog hoger zweven. Cody? Mm-hmm. Ik zag hem. Ja, ik zie er eentje vliegen. Okay. Waar is die? Oké. Hij is naar beneden gegaan nu. Hij probeert... Geen idee. Hij is naar beneden gegaan. Oeh, oké, hij is kapot. Dat was hem. Ja. Oeh. Laat hier de kop voor mij. Ja. Oh, terug! Ja, je hebt terug! Ik heb één blok erbij kunnen plaatsen! Yeah. Kan iemand iets van een blok ervoor zetten? Oké, okay, ik ga naar binnen toe dat ik hem niet dood kan maken. Oké. Okay. Oh, slim. Fucking. Oh, ik word echt helemaal gek van die pumpkinhead. Echt, hè? Oké. Okay. Is dat stuk? Ben ik nou de eentje met een pumpkinhead op? Ik hoor nog geen ontploffing. Ik zie het zo gebeuren dat hij zo'n rondje maakt en dan hier doorheen komt. Zo slim zijn die dingen. Echt waar? Ja. Ik zie ze niet. Waarom hoorde ik iets? Dat? Ik hoorde ook iets, ja. Volgens mij ontplofde er eentje. Cool. Kan iemand deze even slopen? Ik ben dom geweest. Welke? Deze. Oh. Want ik wou eigenlijk even dit doen. Oh, dat is wel slim, ja. Meer ruimte om te lopen. Ja, om te rennen eerder. Ja. Vluchten. Ja, dat. Ja. Je maakt het wel moeilijker voor ons om te zien hoe het met de chokers gaat. Oh ja, shit, sorry. Nou, we kunnen ook vanaf hier kijken. Hé, je zit voor mijn neus, Dennis. Ja, maar anders kan ik het anders. Ja. Oh, dat. Ik kan die ene shulker niet zien, ik kan alleen de bovenste zien. Kan je niet al slaan of zo? Ja, ik hoor er eentje. Kijk uit, kijk uit. Huh? Kan je niet al slaan of zo van die afstand? Nee. Wacht even. Kan je inderdaad die kanons, die dingen niet gewoon slaan die op je afkomen vliegen? Kirsten! Pas op. Kom er nog steeds. En dat, er ontplofte er eentje. Volgens mij. Oké. Oef. Ja, het gewoon weer proberen. Yes, ik sloop het dit. Oh, dit zat je te doen. Oh, wil je dit niet doen? I tried. Was je er al bijna? Nee. Oh, daar zit er een recht daar. Dat had ik niet gezien. Ik haat mijn leven. Wat doe je? Ah! Wow, wie is geraakt? Nee, ik niet. Oh, we sprongen, oké. Okay. Oh. Wat? Ik ben geraakt! Nee. Kom terug! Ik niet! Ik ben achter een hoekje gaan hangen, ik hang goed. Oh, hierboven zit er een! Er is ook een Enderman! Waar? Oh, je bent oké. Oké, wacht, blijf hier. Kirsten, are you okay? Waar zit hij dan? Ja, hier. Aan de kant. Wacht even. Nee! Ik wil naar deze toespringen. Oké, waar ben je? Oh. Geen TNT doen, ik ben er ook. Wacht. Gaat goed? Hij is dood. Te goed als. Oh nee, hij teleporteerde! Hij zit waar hier. Waar is die? Recht naast je, Onder je. Ik kan er niet bij. Ah, oh, fuck it. Oh, hij teleporteerde weer. Echt? Ze teleporteren! Waar is die? Jij niet in buiten? Jezus, fucking Christ, ik haat deze fucking parcours. Ik durf niet meer. Ja, hij zit buiten. Oeh, Enderman. Ah, ik heb geen pumpkinhead op. Daar. Waar is dat rotbeest in geteleporteerd? Oké, dus die shocker dingen kunnen teleporteren. Ik viel naar beneden. Oh, echt? Oh ja, my god. Je neergezet, toch? Wat? Oh nee. Ik dacht dat je nooit had neergezet. Oh, dit ging goed. Douglas, kan je dit gat openen voor mij? Is het veilig? Ja, ik ga het weer proberen.
Even, ik heb er nog niet veel... Oh shit, daar staat hij, Douglas! Ah! Hoi! Oeh! Ik ben niet geraakt! Help, 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 help! Waar is die? Hij zit hier naar buiten, achter die Enderman. Waar? Oké, ik heb hem doodgeslagen en ik heb een Enderman geslagen. Ik weet niet of dat een goed idee was. Oh... Oh nee, hij is boos op me. Ik ben weg hier. Je hebt een pumpkinhead, toch? Ja. Ik heb geen pumpkinhead. Wat Kirsten, valt hij mij aan? Wat valt hij mij aan? Oh ja, oké, maar hij valt mij niet aan. Is het oké? Denk het. Hoop het. Hij komt zo ineens in je beeld, ik weet het zeker. Ja, ik denk het ook. Ik heb het hier dichtgemaakt trouwens, want ik heb gezien om weer een meter naar beneden te vallen. Oeh, dat is slim. Ik ben echt bijna dood gegaan namelijk, ik had nog maar 2 hartjes of zo. Wacht, is die choker is nou weg, toch? We zijn chokervrij aan deze kant, toch? Ik hoop het. Oké, ik ben geraakt. Ah! Nee, Jurrie! Jurrie, eet het fruit! Heb je dat fruit? Oh, ik teleporteer inderdaad naar beneden! Nice! Ik sta op de grond, ik heb het overleefd. Wat? Helemaal beneden? Ja, ik sta nou helemaal beneden. Oké, dat is wat lastig om weer naar boven te komen omdat die dicht hebben gemaakt, maar kan wel. Oh my god, dit... Oké, dus dat kan. Ik heb een paar blokjes verder kunnen bouwen, schijnbaar. Dit is in ieder geval wel een goede noodoplossing. Ja, het was... Ik was anders gewoon dood. Oh, dit is best wel... Dit vind ik cool, want dit heb ik nog nooit eerder gedaan. Dit is cool. Misschien is dat fruit ook lijkt daarvoor bedoeld om dat te gaan doen. Ja. I don't know. Could be. Wel slim bedacht. Wacht! Ik denk dat ik dat ga doen. Ik ga dat fruit opeten en mezelf op de boot teleporteren en dan alles opblazen. Met hoop dat dat lukt ook inderdaad. Ja, vooral dat laatste. Zo. Kijk op. Nou is het een beetje een makkelijke trap om te doen. Eerst in? Ja. Yeah. Oh, daarbij. Oh. Oh. Dus idee is ook niet te slecht. Oh. Ja, ik denk ik probeer wat anders. Dit is de tactiek die ze gebruiken met Skywars. Lang leven de beer. Ik kan er bijna bij. Pas op, Jurrie, je kan Jurrie, ga eens even aan de kant. Bouw eens door. Duw me een beetje de half af en zo. Het is maar de helft. Zijn we nog veilig? Ja. Ik vind het zo eng, we zijn zo hoog en zo. En alles is kut. Maar als je een course fruit op kunnen eten en dan dat je dan weer veilig bent. Hij zie je! Kirsten! Sorry. Het fruit! Ja, dit is wel leuk, maar ik heb geen pumpkinhead. Kirsten, waar ben je? Helemaal beneden? Ja. Kijk, Ik hoop dat ik goed loop. Ik heb een pumpkinhead voor je, als je wil. Oh fuck, er zijn choker aanvallen op jou gericht, Kirsten. Waar? Buiten. Hij is ontploft. Ja, er is nog eentje. Die is ook ontploft. Kom aan. Ben je erop? Bijna. Oh my god. Jee, voor het fruit, though. Ik ben erop! Ben je op het schip? Ja. Snel, kom. Kill you guys! Maar goed dat we dat fruit hebben ontdekt. Auw, ik zat eronder. Oh nee, ik ben geraakt. Kut! Oké, maar net. Hier. Ik overleef het wel, dat is geen probleem. Nee, maar er is er nog één, toch? Ja, er is maar... nog één! Ik ben vrij. Oh, hier staat een chemistry stand? Wat? Oh, waarom staat hier een brewing stand? Daar echt helemaal hard gaan, joh. Jurrie, auw. Ik ben geraakt. Jurrie, als je hier een... Wat? Potion of healing, leuk. Als je daar eentje zet, hij zit daar achter de muur. Dus als je hier een dynamiet ding neerzet. Waar? Oh, hier? Ja. Kan ik deze niet gewoon in elkaar slaan? Ja, als je daar het glas kapot maakt misschien wel. Ja, dat zou kunnen. Sterf! Niet spammen, dat werkt niet. Hoe zijn jullie op het schip gekomen? Ja, ik heb een trapje gebouwd. Oh my god, dat is ook een shulker! Oh, hij is geteleporteerd. Ah! We hebben een paar potions of instant healing. Kan je dit gat weer openmaken? Dit heb ik dichtgemaakt van niks. Oh, die zit er binnen. Ah! Er zit ook... Ah! Er is binnen. Oh, het is er maar eentje. Oké. Dat is niet waar, het zijn er meer. Hoeveel shulkers zijn het? Weet ik niet. 2. Ben je ook al binnen, Kirst? Goed, oh, je hebt een gat gemaakt. Je kan gewoon lijken het schip inlopen.
Ja, nee, ik heb er een. Ik had er eentje opgeblazen. Dat gat was toevallig gebeurd. Oh. Dit is de Elytra! Wat? Wow! Kijk nou! Oh, Yuri heeft hem. Oh! Zie je daar twee vleugels? Ja. Dat zijn ze. En hoe doe ik hoe die? Hoe doe je ze equippen ook weer? Doe je ze gewoon op je... Oh, die doe je... Oké. Okay. Oké, okay, maar doe ze maar even af, want anders dan val je zo meteen de like the abyss in en zo. Ja, en ze gaan heel snel stuk, dus niet gebruiken. Oh. Nou, er staat geen levensduur bij. Jawel, ja, dus er komt een levensduur op. Oh my god, het is gelukt! Nu moeten we inderdaad nog terug. Let's go back. Very quick. Zijn er nou geen meer, toch? Yuri? Wat was dat? Hier. Oh, that's productive. Nobody needs to know. Wat is hier? Woe! Weet je, dit schip ziet er eigenlijk naar beneden heel... Hier? Mhm. Oh boy, dat is niet... Wow, my god! Dat ging helemaal goed, kom, we gaan weg! Oh my god. Moet het nou, Yuri? Ja! Oh, dit vind ik sowieso een beetje scary. Op, terug naar huis! Uh-huh. Ja, hebben we ender pearls? Ik heb er één in mijn ender chest. Want als we echt terug... We moeten echt terug nu. Dus we moeten door de end portal weer terug. We moeten dus nog helemaal terug naar het dorp. Ik ga iets proberen. Nee, je hebt de Elytra! Je mag niks proberen! Proberen mag niet. Yuri geeft mij anders de Elytra ofzo. Hé, hey, het is me gelukt! Ik heb het fruit gebruikt om naar beneden te teleporten. Haha, dat was eigenlijk wel slim, ja. Ik ga trouwens die coarse fruit in mijn hotbar houden, voor het geval dat als ik ergens vanaf val ofzo. Dat ik dan gelijk dat... Ik weet niet wat het werkt, ik durf het niet te proberen. Oh my god, waarom is dit zo ongelooflijk precair? Oh sorry, ja, dat had ik gedaan. Harry. Oh my god, dat kan ik nog steeds doen! Nee, nee! Straks blaas jezelf eraf! Ik wil niet dat je dingen doet. Echt, als die Elytra stuk gaat, hè? Dan wat? Dan moeten we een nieuwe zoeken. Dan zijn er meerdere? Tuurlijk. Zijn er 5 of zo, toch? Dat weet ik niet. Zijn er zoveel als dat er... Maar het is wel echt een rot gedoe om zo'n ding te vinden, want... Holy shit, wat? Ik heb er op en op mijn pissig gemaakt! Yuri, please, echt. Yuri, geef me die Elytra. Ik weiger. Geef hem. Nee. Geef hem hier. Precies, Yuri, kom. Die Elytra in de ender chest. Oh, dat is een goeie. Veel betere, ja. Het is gelukt. Goed zo. Nee, niet meer in. Je gaat hem weer uithalen. Nee, ik ga andere goede spullen erin gooien. Ja, ja. Echt, ik vertrouw jou niet. Je moet me ook niet vertrouwen. Ik zie jou echt nog een keer doodgaan, ik zweer. Ja. Dat klopt, dat ga je inderdaad zien. Oh. Maar waar is die portal? Ik ga heel even kijken of ik mijn ding kan saven. Jongens, kunnen jullie even komen kijken? Oh, wachten. Wat heb je nou weer gedaan? Ik zie jullie thuis. Nee, wat doe je? Yuri, doe het niet! Ik zie jullie thuis! Yuri, nee! Oh, fuck. Oh mijn god. No regrets! Oh my... Yuri, please. Why? Eigenlijk... Hey, Kirsten. Wat? Eigenlijk heeft hij een punt. We hoeven ook niet naar huis te lopen. We hoeven ook niet het hele eind te lopen als wij onszelf gewoon afmaken nu. Dat is waar, Pat. En onze spullen in de ender chest doen. Shit! Dat is best super slim. Oh, we kunnen dat chorus fruit nu proberen, Kirst. Wat? We kunnen nu proberen wat er gebeurt als je eraf springt en dan het coarse fruit eet. Ja! Ik ga het proberen. Oké, gaan we doen? Ja, is goed. Oké, 3. 3, 2, 1. 1. Bye! Suicide pact. We vielen allebei niet op in de abyss! Oh, wat stom! Er was nog een platform daar. Ja! Oh, godver, ik was bijna thuis. Hey, guys! Fruit heb ik in mijn endertjes gedaan. We kunnen dus nog doen, nog hier een keer de overworld proberen. Ja, precies. We kunnen het nog doen vanaf Yuri's kasteel. Of Yuri's kerk.
Dat was echt super stom. Oops, till the end. Het is misschien ook clowns. Slim om te vertellen dat Sadistic Survival gaat eindigen. Ja, we gaan de server nog wel bewaren en we gaan erin verder, I guess. Maar we hebben in principe alles gedaan in Minecraft. We hebben het Ocean Monument verslagen, de Wither, de Ender Dragon. We hebben nu de Elytra. Yep, dus we gaan de dus, battle... Kedui. Wat zeg je? Dus kedui. Ja, precies. Daar komt het een beetje op neer. En nou ja, goed, we hebben ook niet zoveel viewers. Is ook wel een deel van waarom. Maar... Willen jullie dat deze serie doorgaat? Like, share en doe het zoveel mogelijk. Bij de 140 likes, ik bedoel 1040 likes. Bij heel veel likes gaan we verder. Bij de 140 likes gaat Yuri verder met het kanaal. Is goed, wat? Nicholas, je kan bij mij slapen op zich. Ja, ik kan ook bij mij slapen, ik ben er. En ik moet even. Oké, ik slaap. 41 cores. Sterf! Ik heb er niet 41, nee, ik neem maar even een paar. Ik neem er één. Okay. Oh my god, wat is met al deze creepers? I don't know. Geen idee. Maar ik heb banners op mijn huis hangen van de end en dat is cool. Oh nee, oh, ik ben vergeten. Kut. In het kasteel? Wherever. Kirsten! Kirsten? Ja, ja? Meer. Nee. Wat, ik doe niks. Nee. Nee. Ik kom eraan, jongens. Niet lang. Kirsten, nee! Nee, Kirsten, nee! Nee, 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 nee. Oh. Zullen wij dan maar gewoon gaan, alvast? Ik ga vanaf hier. Nee, ik ben er bijna. Oké, okay, ik ga springen, hè? Nee, okay, doe het niet! Springen. Wacht op mij! Nou, waarom zijn al die deuren hier open? Hallo? Hi, Yuri. Hoi. Niet lang. Wat ben je aan het doen? Dat klopt. Waarom ga je daar de Elytra ophangen? Omdat het een kerk is, verdorie. Oké, okay, we gaan springen en dan gelijk eten. Water! Geluk? Nee. Ik was te laat bij eten. Ja! Oh! Ja! Oh! 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 Ik ben wel echt bijna dood, though, somehow. Bij mij werkt het niet. Oh, dat is lame. Het werkt dus toch niet? Het werkt wel! Ik leef nog! Nou, ik niet! Ik denk dat maar je... Er gingen wel hartjes af bij jou. Er gingen wel heel veel hartjes af bij mij, ja. Ik denk dat hetzelfde is als het teleporteren met de enderpearl. Als je al een hoge snelheid hebt, kom je ook met die snelheid eruit. Dus je klapt nog steeds hard op de grond. Zo, ja. Dus je moet het heel snel eten voordat je springt. Maar ik heb dus ook zo'n chorus fruit. Of flower. Ja. En als je die plant... We kunnen planten! Ik plant hem hier. Nee, het werkt niet. Nee. Met die flower, of niet? Lijkt me wel. Oh. Dit ziet er echt uit als een grassteen, man. Ah. Oh. Ene keer dat... dood ging. Ender Dragon. Hebben we het ei van de Ender Dragon meegenomen? Nee. Kunnen we nog doen, I guess. Ja. Ja, eigenlijk wel. Je kan gewoon de end inlopen, dat ei meenemen en door de portal heen springen, de credits overleven en klaar zijn. We hebben de credits nog niet gehad, dat zou een mooie afsluiter zijn. Ik vind dat we dat moeten doen en dan is deze aflevering helemaal geslaagd. Do it! One more time! One last time! Door de end! Let's go! Ik heb het gehaald. Ah, daar staat hier een creeper! Is dat daar beneden een creeper? Ja, bij de portal, kijk uit. Oh nee, dit is de final eindbaas, jongens. Dit is de laatste eindbaas van het hele... van de hele serie. Klaar, jullie, maar hij is op mij gericht. Oké, okay, dank je. Hey, Kirsten, hè. En natuurlijk altijd weer Kirsten, hè. Die doet altijd de laatste blow geven. Oké, doei. Ik heb hier geen voedsel. 360 backflip! Woe! Laten we gaan. Oké, kijk uit dat je niet in de credits valt. Ik bedoel de endportal. Ja, je moet niet in de endportal vallen, ja. Ah, Snowy is hier nog. Leeft hij nog? Ja, hij is hier. Snowy? Wow, hij is hier ook nog steeds Enderman aan het aanvallen. Dat is de echte MVP. Nee. Iemand heeft hem al aangeraakt, zeg maar. Oké, dus we moeten dit ding eronder nou slopen. Nou zit er een torch onder. Oké. Yay! Wat kan je dan oppakken? Oh, dat wist ik niet. Yuri, stel uitsteller. Ik heb een bed neergelegd. Zal ik erin slapen? Nee! Oh, hij gaat weg meteen! Ja, dat ontploft meteen. Blijf wel gewoon hier. Gaan jullie maar gewoon die credits dingen doen? Ja? Okay. Douglas, samen, hand in hand. Ah,
Ik geloof in jou. Hier, jij eerst. Oh, oh, je slaat mis. Nu niet meer. Dankjewel. In ieder geval, iedereen heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Want we hebben nog zeker, wat is het, 2, misschien 3 afleveringen Noobcraft Sadistic Survival voor het echt is afgelopen. Maar we zijn nu in ieder geval klaar met het spel zelf. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Woe! Doei! Oh, dat was het. Waar is de aftiteling? Waar is de aftiteling? Juri, zie jij de aftiteling? Ik heb op escape gedrukt om me over te slaan. Kirsten, jij moet het doen. Ja, dag. Oh, typisch. Het is echt weer heel erg typisch voor een Noobcraft. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei! Nee, je begrijpt het niet. Het huis staat er niet. Hoezo het huis staat er niet? Het wordt netjes... Straat 33A. Ah. Ik bel je weer terug. Wow. Zullen we NASA bellen? NASA. If one found himself in his house, which was... launched into space? What would one do? Honestly, you'd be in big trouble. Er is iets of iemand dat dit heeft gecreëerd. Dit is opzet. Dan! Zeg het. Mag ik niet? Zeg het! Kan ik niet! Hallo internet en ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering van Noobcraft. Als je op dit vlak klikt, ga je naar meer Sadistic Survival. En als je op dit vlak klikt, ga je naar de webserie van mij en mijn huisgenoten, genaamd 33A Adventures, waarin ons huis de ruimte gaat. En waarin wij wekelijkse updates hebben. Dus ik hoop dat jullie daartoe gaan. En anders, je kan ook nog hier beneden op de subscribe knop klikken. En in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!